1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Het is 6:30 ochtends en ik ben wakker. Ik heb mijn raam net opengezet. Mijn ventilator staat aan. Het is best fris in mijn kamer. Ik heb het koffie gehaald beneden, want ik wil vandaag gewoon een aantal dingen doen. Vandaag een lekker productief dagje. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Het is nu dus nog best wel vroeg. Ik ga nog heel veel YouTube video kijken. De tv staat al aan in de reflectie, kan dat zien. Ik ga even een YouTube video kijken en daarna ga ik mijn dag beginnen. Oh, goed. Ik heb lekker YouTube gekeken. Het is nu 6:15 geweest al. Ik wilde eigenlijk 7:00 eruit, maar ik zat er helemaal in. Ik denk, oh, jammer. Maar goed, in ieder geval, ik ga nu kleding pakken en spullen pakken om vandaag aan te doen. En ja. Oké, dat gaan we doen. Goed, inmiddels ben ik klaar. Ik heb een beetje make-up opgedaan vandaag. En dat is anders dan normaal. Normaal doe ik het niet zo snel, maar ik dacht vandaag doe ik het gewoon lekker. Ik heb mijn lok weer naar voren gedaan. Ik vind het toch wel heel erg, het blijft heel erg raar hoor jongens, echt. Ik vind het zo gek staan met kort haar, maar het staat me wel. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb in ieder geval deze groene trui aan. Deze komt bij Kruidvat vandaan. Hieronder heb ik een groen topje. Waar die vandaan komt, goede vraag. Zwarte broek van de Pri en dan mijn witte Nike's. En dan heb ik natuurlijk mijn half hartjes kettingje aan. En gewoon mijn standaard oorbellen die ik altijd aan heb en that's it. Ik zat te denken om mijn vaatwasser te doen. Hij is schoon, dus ik denk dat ik die even ga uitruimen. En dan de rest er in ga ruimen. Niet verwacht van haar, want ze is altijd wel vroeg wakker. Ik ga jullie even in het kastje zetten van de tandpasta enzovoort. Maar ik dacht, ik ga gewoon lekker een eitje bakken. Mijn moeder slaapt ook nog. Dus, voor de rest alles gedaan. Ik heb het gaaiwater gedaan, de keuken is opgeruimd. Alles helemaal perfect. Pan erbij pakken. Het altijd dezelfde pan die ik pak met eibakken. Dan ga ik er vast een beetje boter in de pan doen. Trek een gebakken eitje, ik weet niet waarom. En de betonnen wat ontbeten. Ik ben dan sowieso geen ontbijtklant, dus dat komt dan heel stiekem heel erg goed uit. Dus dat is top. Dus ik heb lekker twee eitjes, die ga ik even klutsje. En dan doe ik er ook melk bij. En wat boerenomeletkruiden. En dan heb ik een heerlijk ontbijtje. Dit zijn trouwens wel voor mij echt de ochtenden die voor mij echt top zijn. Gewoon lekker vroeg wakker worden. Lekker mijn ding doen. Lekker opruimen, wakker worden, koffie drinken op mijn gemakje, aankleden erna. En het is nu 8:15. En ik ben dus verder helemaal klaar. Alles is gedaan. Alles is klaar, ready.
En kijk, dat mijn moeder lekker op de bed blijft liggen, prima, vind ik ook echt niet erg. Dat moet ze ook zeker doen als ze eraan toe is of als ze dat nodig heeft. Maar, ja, ik ben dus gewoon niet zo'n mens. Als ik lang op mijn bed blijf liggen, ben ik de hele dag hartstikke moe. En ja, dat is niet in mijn voordeel, want dan word ik dus echt super chagrijnig en moe en geïrriteerd van. Ik heb trouwens eens een heel zakje van de honigbom voor op mijn bed gehouden door. Ondertussen moet ik nog wel even een boodschappenlijst gaan maken. Want het is namelijk zo dat ik dus zometeen nog wel naar de winkels toe moet. Kunnen jullie hier op blijven staan? Nee. Ik zit er heel even hier neer. Ik moet dus... Oh, kan ik jullie niet iets hoger zetten? Wachten. Perfect. Ik moet dus nog zometeen naar de winkel. Om onder andere melk te halen. Maar... bijvoorbeeld ook, even kijken hoor, waar is de Albert Heijn app, want ik ga tegenwoordig altijd naar de Appie. Hierzo. Om dus melk te halen, maar ook, wat zei ik nou net? Ik moest nog iets halen. Oh ja, een zoutvaartje. Mijn lijst. Zout. Melk, 2 liter kan, ja, top. Ik had nog iets nodig. Ik had 3 dingen nodig. Maar dan weet ik niet meer wat. Maar goed, in ieder geval dit. Dus ik ga zo meteen even naar de Albert Heijn om dit te halen. En dan kunnen we in ieder geval lekker gaan koken vandaag. En vanmiddag. Want ja, ik heb er wel zin in trouwens hoor. Weer even lekker kokerellen in de keuken. Dan maar een simpel aardappeltje groentevlees. Dus dat vind ik wel top. Dus ik ga zo meteen ook even naar de Appie. Maar ik moet ook even gauw bij de Action wezen. En de Action gaat pas om 9 uur open. En de Appie is nu al open. Maar het is net half bijna. Het is net 7:45 geweest. Het wordt nu 8:30. Dus ik ga rond 9:30 ga ik weg. Dan kan ik gelijk de Action meepakken als ik terugloop. Dus dat gaan we maar doen. Maar in ieder geval ga ik eerst even lekker wachten op mijn gebakken eitje. Die lekker eten. En daarna lekker even naar de winkels. Goed. Het eitje. Oh. Ja. Ja, dat was ik ook over plat inderdaad. Ja. Maar is goed. Ja, maar ze is niet lekker. Nee, is goed. Oké. Doe door. Ja? Is goed. Doe door. Mijn moeder is dus wakker. Eitje, jongens. Mm. Lekker. Goed, ik ben onderweg naar de supermarkt. Ik heb mijn blazer vandaag weer eens aangedaan. Ik denk dat het weer iets anders. Maar het is dus nu al heerlijk weer, jongens. Het zonnetje scheen. Het is echt perfect weer. Mijn blazer is alleen, het lijkt heel erg groot. Is hij ook wel hoor. Er zit heel veel ruimte tussen. Maar het is op zich een lekker jasje. Ik heb de boodschappentas bij. Anders moet ik weer straks 30 tassen gaan kopen. En daar zit ik niet op te wachten. Dus we gaan op naar de supermarkt. En daarna natuurlijk nog even gaan op pitstop bij de Action. Waar ik waarschijnlijk meer ga kopen dan ik eigenlijk uiteindelijk nodig heb, maar dat is de Action. Goed, ik heb de broodjes al. Ik moet alleen nog havenkruiden hebben. Zout. Oh, dat is allemaal hier. Top. En we hebben melk nodig. Een grote kan. Niet zo heel erg lang goed, maar dat maakt niet uit. Klaar. Zal ik een toetsje meenemen?
Mona-toetjes zijn in de aanbieding. Neem een lekker Mona-toetje mee. Griesmeel. Chocolata. Ze hebben alleen maar griesmeel of chocolata. Ja. Nee, ik neem maar geen toetje mee, want we hebben ook nog cake. Goed, ik heb inmiddels de boodschappen. Ik moet nu alleen nog naar Action toe. Maar dat komt wel goed. Jongens, mijn kapper is nog steeds dicht. Ik wil naar de kapper. Nieuwe dat toen niet, want ik wil mijn haar toch iets langer laten groeien. Dus dat komt helemaal goed uit. In ieder geval, nu naar de Action. Het is 8:55, dus ik moet 5 minuten gaan wachten. Ik moet liever wachten dan iets anders. Liever 5 minuten wachten dan dat ik straks 3 uur moet gaan wachten ofzo. Er staat nog niet zo lang een rij zo te zien. Dus dat is allemaal hartstikke fijn. Het kost me niet zo lang een wachtrij, want er staat echt een rij voor de Action. Goed, ik ben weer thuis en ik heb dus een aantal dingen gehaald. Ik ga ze lekker van jullie uitpakken. Ik heb broodjes. 2 zakken. Ik heb wel een Action deze gehaald. Want die zijn dus super leuk voor mijn ijskoffie. Ik heb 3 van gehaald. En deze waterkaraf. Super chill voor mijn kamer. Deze fles gehaald, want ik heb dus geen drinkfles meer en nu weer wel. Dus dat was hartstikke fijn. Kaarsje er gelijk afhalen. Toppie. Zo, staat het ook weer netjes. En dan heb ik een kan melk. Lemon cake, want ik ga vandaag lemon cake en chocoladecake maken. Dan heb ik 2 zoutvaartjes. Oh. Gehaktkruiden. Ik zag deze truffle scheermesjes voor maatdingetjes. Bij de Action heb ik, maar die neem ik wel mee, dat is altijd handig. En dan heb ik met de rietjes natuurlijk van de bekers. Tada. Super leuk. Ik vind het echt super chill. En dan heb ik nog deze rietjes. Dit zijn papieren rietjes. Die vond ik wel super schattig. Dus dat is eigenlijk alles. De boentjes die ik weg. Die heb ik nodig. En de kast ruim ik op. En dan ga ik dit even opruimen. Goed. Inmiddels ben ik weer thuis. Esje is de hele dag over geweest. En we hebben lekker gitaar geoefend, we hebben stickers gemaakt. En het is nu avond, mijn camera is overbelicht. Even iets lager zetten, want dat gaat niet zo. Goed, in ieder geval heb ik dus vandaag lekker gezellig met Ash een dagje doorgebracht. Ik heb vanavond lasagne gemaakt voor mijn vader zijn collega en voor Ash, die bleef ook eten. Ik heb nu een heerlijke ijskoffie gemaakt. Alhoewel deze ijsblokjes die erin zaten nu op zijn. En de zwarte koffie nu koud is. Maar goed. Er zit echt zwarte koffie in. Er zaten ijsblokken in. Die zijn nu gesmolten omdat de koffie warm was. Maar in ieder geval. Het is nu avond. Ash is net naar huis gebracht. En ik ga even douchen. Want dat is wel zo nodig. Dus dat gaan we nu gewoon lekker doen. En ja. We hebben ook nog even een stukje gewandeld. Lekker foto's gemaakt. Dus dat was hartstikke leuk. Maar ik ga nu even lekker onder de douche. Ik heb niet veel gefilmd vandaag. Sorry daarvoor. Ik heb ook helemaal niks doorgehad ofzo. Dus helaas. Maar ik ga vanavond wel even lekker pamperen. Dus lekker een maskertje opdoen na het douchen. En alles lekker chill. Even mijn look weer opzij. Dat is een nadeel met die korte haren nu. Alles valt naar voren. Maar goed, dat maakt niet uit. In ieder geval... ga ik even lekker douchen en dit ook wassen, want ik heb hier de afgelopen paar dagen wel heel erg mee zitten rotten. Dus het wordt tijd dat we dit ook even gaan knippen. Wassen. Niet knippen. Niet nog meer knippen.
Goed, ik heb inmiddels heerlijk gedoucht en mijn haar zit niet hoe het moet zitten. Maar goed, dit is wat het is. Ik heb me lekker omgekleed. En dit is mijn pyjama setje. Dit is niet iets wat ik snel en vaak draag. Maar ik dacht, ik heb het nu zo warm. Dus ik vind het even lekker om dit aan te doen. Ik ga mijn dekbed draaien. Want ik ga lekker op mijn bed chillen. En lekker tv kijken. Ik moet nog een video uploaden. Dat was ik even vergeten vandaag. Dus dat moeten we dan nu alsnog maar even gaan doen. Dus dan gaan we dat natuurlijk ook maar gewoon even zo snel mogelijk doen. Want dan is het gewoon lekker allemaal afgerond. Dus ik heb de laptop mee naar deze kant. En we gaan eens even kijken wat er nu nog online moet. Dan gaan we dat uploaden en dan ga ik lekker chillen. Ik denk dat ik er wel een lekker maskertje op ga doen. Maar ik denk gewoon een heel simpel maskertje en niet een heel iets wat eraf moet pielen of helemaal eraf moet wassen of iets. Gewoon lekker een geïrriteerd maskertje. Dat kan ik wel gebruiken, want mijn gezicht zit wel echt serieus behoorlijk onder bukkels en dat soort vriendjes. Dus ik krijg alleen hier heel veel, voor de rest niet, alleen hier. Dit gedeelte heel, heel raar en ook heel irritant vooral. Maar goed, dit is wat het is. Mijn camera focust slecht de laatste tijd. Hoe kan dat komen? Ik heb even iets veranderd. Ik hoop dat dit iets beter gaat. Maar ik zie het nu ook weer wazig geworden. Hoe kan dat steeds? Ik heb nog een keer wat geprobeerd. Dit schijnt iets beter te lukken. Dus ik ben benieuwd. In ieder geval, ga ik lekker chillen. Ik heb daar wat lampjes aan gezet. Ik denk het is wel schattig. Ik doe mijn grote lamp lekker uit. En ik ga lekker op mijn gemak chillen in mijn bed. Want ik heb toch op zich verder niks te doen. Dan alleen maar nu even gewoon nog een video uploaden. Iets in die trend. Goed. Jongens, het is de volgende ochtend. Ik ben net wakker. En ik kom er dus achter dat ik helemaal de video nooit heb afgesloten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en een blij duimpje omhoog. En ik zie je morgen bij een nieuwe vlog.